partijen winnen, dan is hij bij de eerste zeven. Elmond nu in het witte pak tegen Baskayev, een Rus. Het is een tactisch gevecht, maar Elmond judoot met het hoofd en scoort hier een koka. Dat is genoeg voor de wedstrijd. Elmond wint, krijgt een handje en een schouderklopje van de bondscoach. Want hij heeft zijn derde partij binnen